Het pompgemaal te Wageningen wordt binnenkort voorzien van nieuwe pompen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een overeenkomst gesloten met Kirloskar Brothers, LCC uit India, voor de levering van 3 nieuwe pompen en de daarbij behorende onderdelen. Het project zal 9 miljoen Amerikaanse dollars kosten. De overeenkomst is reeds in 2016 ondertekend en vanaf dat moment zijn de voorbereidingen getroffen. De 3 bestaande pompen van het pompgemaal zijn ouder dan 60 jaar en kosten jaarlijks veel aan onderhoud. Momenteel kan het pompgemaal ervoor zorgen dat jaarlijks ongeveer 12.500 hectare aan rijstarealen van water worden voorzien. De verwachting is dat de nieuwe pompen een groter gebied kunnen voorzien van water. De eerste pomp wordt op korte termijn geplaatst. Deze pomp heeft een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur. De pompen zullen 1 voor 1 worden vervangen.